Heer Jezus, we verhogen uw naam. Want u bent de naam boven elke naam. U bent gezeten aan de rechterhand van de Vader. U troont boven alle machten en krachten in de hemelse gewesten. U bent koning, u bent Heer Jezus. We eren u, we danken u, we prijzen u. En we danken, Heer, dat u ons niet ook alleen hebt achtergelaten, dat u nu terugging naar de Vader, maar die grote belofte van uw Heilige Geest. Heer, die is er. En die is in ons. En ik bid, Heer, als we het woord openen en ook verder gaan in onze prekens hier over de Heilige Geest, dat u daar ook kracht aan verleent. Dat u het doet in onze harten. Wat nodig is. Wat u zo graag wilt doen. Wat u wilt aanraken, aanvuren, aanwakkeren. Wat u wilt bevestigen. Waar u wilt spreken. Waar u uw waarheid wilt brengen. Kom, Heilige Geest. Doe uw werk ook door mij heen. Door uw woord heen. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Jezus, we gaan vandaag verder in onze prekenserie over de Heilige Geest. En vandaag gaat het over zalving. Zalving in of met of van of door. Ik bedoel, kies je favoriete voorzetsel daarin. Zalving met de Heilige Geest. Eerlijk gezegd, ik had in ieder geval, toen we de thema's gingen verdelen, dacht ik, oh, ik wil wel over zalving. En later dacht ik, oh, was ik wel scherp genoeg bij het verdelen van de thema's? Want ik vond het ook best wel weer zoeken en ingewikkeld om daar dan heel concreet lading aan te geven en de Bijbel in te gaan. En ook wel weer mooi. Maar zalving, het is ook zo'n woord wat soms ook zomaar klinkt en wat dan een bepaalde lading kan hebben. Klinkt misschien ook wel een beetje pinksterachtig. En daarbij gaat het dan niet over goed en fout, maar wel over dat je soms gewend bent in een bepaald taalveld te bewegen waar een term heel veel of juist heel weinig wordt gebruikt. En ik kom het soms op allerlei manieren wel tegen, de term zalving. En ik wil vier voorbeelden noemen van hoe ik die term wel tegenkom. En de eerste is dat ik soms wel eens hoor, ook na een dienst of na een bijeenkomst van, er was veel zalving vandaag. En dan ben ik nieuwsgierig en dan denk ik, maar wat is dat dan? En als er veel zalving is, hoe zie je dat dan? Wat merk je daaraan van? Wat gebeurt er dan als er veel zalving is? Tweede voorbeeld, want het is zo'n zinnetje die zo makkelijk ging. Tweede voorbeeld, ik zag laatst een prachtig filmpje een aantal weken terug van een broeder in Amsterdam, Marlon. Die is dan een tijdje onderdeel geweest van onze gemeente. En hij werd daar ingezegend als pastor van een gemeente. En Marlon knielde in zijn ongelooflijk mooie gele pak. En terwijl hij werd ingezegend als voorganger, als pastor, goten ze een hele, geen halve, geen kwart, een hele fles, geen kleine fles, een dikke liter fles, olijfolie over hem uit. En ze baden, het was in het Engels, dus dat klinkt veel mooier, hè? Ze baden om de anointing van de Holy Spirit. En dat was een mooi moment. En de praktisch gestelde onder ons dachten van, oeh, maar was dat niet zonde van zijn pak? En de nog praktisch ingestelde denken van, oeh, was het vloerbedekking of linoleum? Want een hele fles olijfolie, dat goot over zijn pak. Ja, die moest wel naar de stomerij. Maar als het maar enige uitwerking heeft in zijn bediening als voorganger, dan is het allemaal waard. Dus de zalving met olie, een hele fles, voor zijn plek als voorganger in de gemeente. Derde manier waarop ik het wel eens tegenkwam. Ik was een keer op een conferentie en er was een profetisch iemand. Zo werd dat voorgesteld. En die mocht dan, ik ging er ook naartoe van, nou, ik wil wel ontvangen, heb je iets specifieks van God voor mij? En ze kende mij verder niet en zij zei, tijdens het bidden in allerlei woorden, zei ze, jij hebt een zalving van humor. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Een zalving van humor. En ik zie ook wel, ik probeer een beetje te scannen, ik zie ook een paar fronsjes. Denk, nou, als jij echt een zalving van humor had, Arjan, had ik jou wel een stukje grappig gevonden dan dat ik jou meestal vind. Dus het is een profetie, hè? Dat moet zich altijd een beetje uitwijzen in de praktijk. En de vierde manier waarop ik het woord zalving of gezalfde wel eens tegenkom, is op een hele ongezonde manier. Dat is dat het wel eens heeft geklonken, dat ik wel eens heb gehoord dat er in een gemeente een voorganger is, of een leider, of een oudstraad. En dan wordt het soms wat stroef en ingewikkeld en dan komt er misschien wel wat tegenwind vanuit de gemeente. En dan klinkt daar die zin, raak de gezalfde des Heren niet aan. Nou, ik heb één tip, als je dat hoort in een gemeente, als je dat hoort in deze gemeente, maak dat je wegkomt. Want dat is een kenmerk van ongezond, manipulatief leiderschap.
Als je dat als leiderschap nodig hebt om maar de boel in de orde te houden, dan gaat er iets niet goed. Het is een term uit het Oude Testament, maar die wordt niet gebruikt door de leider, maar door degene David die Saul niet aanraakt. Omdat hij beseft, Saul is nog steeds aangesteld als koning. Dus het past mij bescheidenheid om nu niet dat koningschap af te pakken en het over te nemen, maar te wachten tot God het geeft. Maar dat is een zin die wel eens klinkt. En die ik zelf levensgevaarlijk vind als je die hoort. Raak de gezalde van de Heer. Het is controle. Het is in feite manipulatie. Dus dat is niet gezond. En zo zie je, zo zijn er allerlei manieren waarop het woord zalving wordt gebruikt in de christelijke wereld. En dus is de eerste vraag wat mij betreft, maar hoe spreekt de Bijbel er dan over? En dan beginnen we in het Oude Testament. In het Oude Testament was het een vaste praktijk dat priesters en koningen werden gezalfd voor hun specifieke taak. Op mensen werd aangesteld als priester of als koning, dan werden ze gezalfd met olie. En die zalving die symboliseerde de aanwezigheid, maar ook de kracht van God die hen toerustte voor hun bediening, voor hun roeping. De eerste zalving van priesters in Exodus 30 vers 30 bijvoorbeeld. Daar instrueert God Mozes om Aaron en zijn zonen te zalven, zodat ze geheiligd worden voor hun priestelijke dienst. Er staat letterlijk, en zalf ook Aaron en zijn zonen en wijd hen zo om mij als priester te dienen. Dus zalving om te dienen, zalving om een specifieke roeping, in dit geval een rol in de tabernakel en later de tempel, te kunnen uitoefenen. En zo'n, zeg maar, zo'n oud-testamentische zalving, die zie je dus terug in Amsterdam een paar weken geleden. Dat is hetzelfde, zo kun je dat vergelijken. De tweede is de zalving van koningen. Ook dat gebeurde eigenlijk standaard. In het Bijbelboek 1 Samuel zien we dat de profeet Samuel de opdracht krijgt om olie te gebruiken om eerst Saul en later David te zalven tot koning over Israël. En die zalving die benadrukte niet alleen hun roeping, maar gaf hun koningschap ook een goddelijke goedkeuring. En daarmee ook goddelijk gezag aan de plek die ze mochten innemen. Dus ja, het gaat om roeping, het gaat om rol, maar het gaat ook over goedkeuring en gezag. En als laatste profeten. Priesters en koningen werden standaard gezalfd met olie, profeten niet. Het gebeurde soms, maar vaker niet dan wel. Waar we het wel zien is bijvoorbeeld in 1 Koningen 19, vers 16. Daar geeft God de profeet Elia, daar geeft hij hem de opdracht om Elisa te zalven als zijn opvolger. Er staat, en Jehu, de zoon van Nimsi, moet u zalven tot koning over Israël. Weer het zalven van een koning. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u zalven tot profeet in uw plaats. Dus de zalving in het Oude Testament, koningen, priesters altijd, profeten meestal niet, maar soms wel. Dat was niet alleen dus maar een ceremonieel gebruik, maar het symboliseerde ook de overdracht van Gods geest en Gods kracht om te kunnen doen wat ze hadden te doen. De kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest, die persoon zou toerusten in zijn bediening. En dan is natuurlijk de grote vraag, werkt dat dan in het Nieuwe Testament hetzelfde? Want in het Oude Testament was het ook beperkt tot koningen, priesters en soms profeten. En we lezen niet dat het bij gewone gelovigen gebeurde dat ze gezalfd werden met olie. Het Nieuwe Testament, nou, er is in ieder geval één belangrijke verschuiving. De fysieke handeling van het zalven met olie, die wordt veel minder prominent. En we zien veel meer de nadruk op een geestelijke zalving. Een zalving door de Heilige Geest zelf. En dan beginnen we in Lucas 4, vers 12 tot 22. Waar Jezus een belangrijke oud-testamentische tekst over zalving op zichzelf betrekt. Daar lezen we, vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en hij werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Shabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. En die plaats is Jesaja 61, de eerste verse.
Daar leest hij voor: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: vandaag is deze schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. En allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En zeiden: maar dat is toch de zoon van Jozef? Ja, het is de zoon van Jozef. Maar het is ook degene waar Jesaja 61 al over profeteerde. Want hij zegt: Jesaja 61, dat gaat over mij. Zijn zalving door de Heilige Geest om de messiaanse taken te kunnen vervullen. Zoals het brengen, het verkondigen van het evangelie. Maar ook de bevrijding van armen uit hun onderdrukking. En het Griekse woord Christos, wat wij kennen, dat betekent letterlijk gezalfde. Dus Jezus Christus, dat is letterlijk Jezus, de gezalfde. Hij is de gezalfde. De enige echte gezalfde, zou je kunnen zeggen. En deze tekst uit Jesaja 61 gaat ook, helpt ook in het begrijpen van het doel van zalving. Want wat werkt zalving dan uit? Nou, niet alleen maar een goed of een krachtig gevoel. Nee, Jezus wordt gezalfd om. Om aan armen het goede nieuws te verkondigen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Hij wordt gezalfd om. Om aan blinden het herstel van hun zicht te geven. En om aan onderdrukte hun vrijheid te geven. Dus gezalfd zijn staat net als in het Oude Testament in verband met een doel, met een roeping, met een taak. En de zalving door de Heilige Geest is een vorm ook hier van geestelijke bekrachtiging, maar ook toewijding aan een goddelijke taak die is gegeven. Handelingen 10 vers 38 spreekt er ook zo over. Daar lezen we: God heeft Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En hij ging rond, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En deze tekst beschrijft hoe Jezus werd gezalfd door God met de Heilige Geest. En dat, die zalving, die gaf hem de kracht om te genezen en om goed te doen. Om zijn roeping eigenlijk volledig uit te kunnen leven. Want kracht, ja, kracht is een uitwerking van die zalving met de Heilige Geest. En daar ligt ook een hele specifieke link met de ziekenzalving, waar Jacobus 5 over spreekt. Eigenlijk de enige plek in het Nieuwe Testament waar wel concreet wordt gezalfd met olie. In dit geval als een vorm van gebed voor genezing. En daar lezen we Jacobus 5, staat dat: is er iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laat hen over hem of haar bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dit is iets wat wij ook in de Stadskerk doen. Met enige regelmaat worden we als oudsten opzieners benaderd om iemand te zalven. En daar vraag je niet om als je een griepje hebt, maar wel als er sprake is van een ernstige ziekte of bijvoorbeeld een chronische aandoening die je chronisch belemmert. En dit doen we, dan gaan we naartoe, gaan we samen bidden, samen aanbidden. Gaan we van tevoren de Heer zoeken, van: Heer, zijn er ook dingen die u wilt openbaren? Is er iets wat ook soms een link kan hebben met deze ziekte? En dan uiteindelijk gaan we zalven met olie. En nee, er is niet altijd duidelijk zichtbare sprake van genezing van daar waar we eigenlijk voor bidden. Maar de ervaring is wel dat er eigenlijk altijd wel iets gebeurt. Naar geest, naar ziel of naar lichaam. Ja, we hebben wel verhalen dat daar herstel en genezing optrad. Maar we hebben ook verhalen dat er geen herstel en genezing was, maar wel een totaal ander perspectief in de situatie. Dat er wel opeens vrede van God was. En dan zalven we met olie, maar het gaat niet om de olie. Kijk, ik heb zelf een heel mooi flesje zalfolie, wat ik heb gekocht in de graftuin in Jeruzalem. En dat is olie van de ceders van de Limaron. Nou,
Beter kun je niet krijgen om mee te zalven. Maar tegelijkertijd, of je nou zalft met olie van de ceders van de Libanon, of je zalft met olijfolie van het huismerk van de Aldi, het gaat er niet om de olie. Want de olie staat symbool voor de kracht van de Heilige Geest. En dat is waar we om bidden. De kracht van de Geest die ook aanraakt. Dus ja, daar gebeurt altijd wel iets. Maar het is iets ook waar ik in het kader van zalving in het hele Nieuw Testament ook niet verder op inga. Want de vraag is wel, hoe zit dat dan met deze zalving met de Heilige Geest in zijn algemeenheid? Ook voor ons als volgelingen van Jezus. Wat mooi, koningen, priesters, profeten. Mooi, Jezus de gezalfde. Ja, en nu? Mooi, oudsten die mogen zalven voor zieken. Maar wat zegt dat over jou? Wat heeft dat met jou als volgeling van Jezus te maken? Nou, dat niet zozeer. Maar de rest van het Nieuwe Testament heeft alles met jou te maken. Hoe er wordt gesproken over zalving. Hey, want je zou al gauw kunnen denken, ja, zalving dat is iets voor mensen met een bijzondere roeping. Of een bijzondere bediening in het Koninkrijk van God. De priesters en de profeten onder ons. Nou, als je dat denkt, dan heb ik sowieso nieuws voor je. Het Nieuwe Testament spreekt over dat wij samen een Koninkrijk van priesters vormen. Wij zijn een koninklijk priesterschap, zoals Petrus dat zegt. Dus ik weet niet of je dat wist, maar jij bent een priester. En dus ben je ook gezalfd met de Heilige Geest. Het is niet zo dat mensen die zichtbare bedieningen hebben, priesterlijk zijn of de koningen zijn vanuit Petrus. Nee, wij zijn samen met z'n allen een koninklijk priesterschap. En als het goed is, ben je ook nog eens profetisch. Want dan mogen we ons allemaal naar uitstrekken. En daar zal Mark volgende week meer over zeggen. Dus koning, priester, profeet, het is er allemaal hier. En we zijn er allemaal onderdeel van. Dus het gaat over ons allemaal. Geloven we dat eigenlijk wel, dacht ik nog in de voorbereiding. Ja. Drie mensen. Het gaat over ons, hè. We zijn allemaal priesterlijk. Koninklijk. En als het goed is, steeds meer profetisch. En daar kunnen we helemaal niks in betekenen zonder die zalving. Want het heeft niks met ons te maken. Het heeft alles met hem te maken door ons heen. En het Nieuwe Testament vinden we verder slechts drie versen over zalving. Los van de drie die ik al heb genoemd over Jezus en over de ziekenzalving. En in die drie teksten wordt de term meer symbolisch gebruikt voor de zalving van, let op, alle gelovigen met de Heilige Geest. De eerste tekst is in 2 Korintiërs 1, vers 21 en 22. Daar lezen we, hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Hier wordt gesproken over een geestelijke zalving die voor alle gelovigen is. En het wijst op een geestelijke bekrachtiging, maar ook een toewijding aan God. Als het goed is, werkt zalving ook uit dat je je leven toewijdt aan God en zijn koninkrijk. En de bouw daarvan ook door jou heen. En de volgende twee teksten staan in 1 Johannes 2, vers 20. En vers 27, lees ik ook allebei. Daar staat in vers 20, maar u hebt een zalving van de Heilige en u weet alles. En de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En vers 27, en wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u, weer opnieuw dat het in ons blijft. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Tot zover mijn prediking vanochtend. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en geen leugen, en zoals u ze heeft onderwezen, zo moet u ook in hem blijven. Dus we ontvangen allemaal een zalving. Niet op ons hoofd, maar wel in ons hart. Een zalving door de Heilige Geest. En die zalving is blijvend. En als er wel eens een stemmetje klinkt van ja, hoor je er eigenlijk nog wel echt bij, gezien gewoon de keuze die je hebt gemaakt de laatste tijd. De zalving is blijvend. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is niet zomaar weg. Ook al zit je even in een andere fase in je christenleven. Nee, die zalving is blijvend. De geest woont in jou. Het heeft alles mee te maken hoeveel ruimte je hem geeft, maar hij woont in je. Je bent verzegeld. Je hebt een onderpand gekregen. Je bent zeker van ook een eeuwig leven met God, dat de geest in je woont. Blijvend. En vertrouw daarop. Ook als je het even in een fase niet merkt, wil niet zeggen dat hij er niet meer is.
dan is het wel een zoektocht van, Heer, waarom merk ik zo weinig en hoe kan ik meer ruimte geven om het ook te kunnen ervaren? De zalving is blijvend. Hij onderwijst ons in de waarheid. En dat is al een paar keer eerder voorgekomen in deze serie. Vorige week Ben expliciet ook over leugen vervangen door waarheid. Dat is iets dus wat de geest heel belangrijk vindt en waar veel van de teksten over de geest over gaan. En dat betekent ook niet dat de zalving van de geest ons wil leiden in de waarheid. Dat betekent niet dat we elkaar niet meer nodig hebben. Dat betekent ook niet dat we niet meer naar preken zouden hoeven luisteren. Maar dat de Heilige Geest daarin wel belangrijk is en nodig is om te helpen. Om te helpen om te begrijpen, maar ook te helpen om te onderscheiden. Wat is dan goed? En wat is dan fout? Wat is dan waarheid? En wat is dan leugen? Want Johannes, die hierover schrijft, schrijft juist in zijn brieven heel veel over allerlei dwaalleringen die in zijn tijd op dat moment rondgingen. Over Jezus, wie hij nou wel en niet was. En dan zegt hij, ja, maar je hebt dus de geest nodig, en het is ook de geest van onderscheid, om te weten waar het op aankomt. Is dit waar? Klopt dit wat hier gezegd wordt over Jezus? De geest van onderscheid, die we allemaal nodig hebben om waarheid te kunnen onderscheiden van leugen. De salving heeft te maken met onderscheid. En toen ik hiervoor aan het bidden was, en dat was al voor vorig weekend, omdat ik vorige week hierover mocht spreken in de centrumlocatie. En ik heb deze week gebeden van, Heer, is er iets anders? Maar er was niet iets anders. Ik mag volgens mij dit opnieuw aanraken. Als het gaat om ook waarheid en leugen, en misschien is er al iets in geopenbaard vorige week, in de preek van Ben als je daarbij was. Maar ik geloof dat God vandaag echt iets wil doen met broers en zussen die vastzitten. Die vastzitten in schuld en of schaamte. Het kan allebei zijn, kan een van die twee zijn, ook afhankelijk van je achtergrond en je opvoeding. Maar er zitten zoveel christenen vast in schuld en in schaamte. Terwijl, je bent al vrij. Er is al volledige vrijheid in Christus. En toch zit je vast. En het belemmert je aan alle kanten. En toen ik daar deze week opnieuw over bad, had ik ook de indruk dat dat voor een paar van ons misschien wel specifiek gaat over overspel. Wat je misschien wel in een ver verleden hebt gepleegd, of wat je is aangedaan, en waar je nog steeds merkt, ik zit daar nog steeds vast in de consequenties. Maar ook vast in schuld en schaamte. En het zet alles vast in je leven, en misschien wel in je relatie, misschien wel in je gezin. Als dat zo is, dan geloof ik dat God daar iets in wil doen vandaag. Dan geloof ik dat het u wel belangrijk is om later ook in de dienst gebed te vragen. Samen naar de troon van de Vader te gaan. Vrijheid uit te spreken. Leugen te vervangen door waarheid. Want die schuld en die schaamte is goed. Als jij overspel hebt gepleegd, dan is het goed dat het schuld is. Dat is een volstrekt heilloze weg die alleen maar dingen stuk maakt. En als je misschien wel in een fase zit nu, dat speelt. Dat er buiten je huwelijk iemand is die allerlei gevoelens opwekt. Die misschien wel toenadering zoekt. Kap het af. Echt, kap het af. Nu, vandaag nog. Als daar contact is via je scherm, kap het af. Het is een heilloze weg. Het maakt alleen maar stuk. En als het is omdat het in je huwelijk niet goed loopt, kom tevoorschijn, alsjeblieft. Want ik geloof dat we elkaar nodig hebben. En dat ook daar vaak zoveel leugen omheen zit. Leugen, misschien ook wel schaamte. Ik heb ook wel eens hele moeizame fases gehad in ons huwelijk. En dat ik het ook moeilijk vond om hulp te vragen, omdat ik me schaamde. Dat het niet beter ging dan hoe ik wilde dat het ging. Maar dat er momenten waren dat het wel moest hulp vragen. En dat het altijd heeft geholpen. En dat het altijd helpt om het licht erop te laten schijnen. Want dat geeft zuurstof in je situatie. En nog te vaak krijgen we meldingen van echtscheidingen. Zonder dat er ooit een hulpvraag is geweest. Ik vind het intens verdrietig. En ik wil het ook gebruiken als spiegel. Maar wat doen we dan ook niet goed als gemeente? Dat het niet lukt om tevoorschijn te komen onderweg. En dat er alleen maar een eindconclusie wordt gedeeld. We gaan uit elkaar. Hoezo? Zijn er mensen langs zij geweest? Is er hulp gezocht? Mocht daar de zalving van de geest in stromen? Schuld en schaamte, het zet je, het verlamt je. En als het over jou gaat, dan geloof ik dat de geest daar echt in wil werken. Je echt vrij wil zetten vandaag. Om weer met een ruime blik naar voren te kunnen kijken. Maar ook naar voren te kunnen bewegen.
geest van onderscheid, waarheid en leugen. Oké, dit waren alle gedeeltes uit de Bijbel die te maken hebben met zalving. En dan ga je even uitzoomen. Wat voor conclusies kunnen we dan trekken in zijn geheel als we de Bijbel beschouwen met betrekking tot de term zalving? Nou, die praktijk van zalving, zowel letterlijk als symbolisch, die duidt vooral op een krachtige en een blijvende verbinding met Gods geest, waardoor we kunnen doen waartoe we geroepen zijn. En ik weet niet of je het al in de gaten had, maar ook jij bent geroepen. We zijn namelijk allemaal geroepen. We zijn sowieso geroepen om getuige te zijn met Jezus. We zijn geroepen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op de plekken waar we allemaal komen. Door vrede, vreugde en gerechtigheid te brengen alleen al. Want dat is wat de geest in ons wil doen. We zijn allemaal gezalfd. We zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal bekrachtigd om de opdracht van Jezus uit te voeren. Zalving wordt ontvangen om te kunnen doen waarvoor je bent bedoeld. Om daarin effectief te zijn. En ja, en daar is het onderweg uber cruciaal dat we waarheid en leugen van elkaar scheiden. Juist ook in het onderweg zijn, juist ook in het getuigen zijn, juist ook in een bediening innemen. En het is dan wel belangrijk om te erkennen dat je die zalving ook nodig hebt. Want ik geloof dat trots misschien wel de grootste vijand is van het stromen, het ervaren, het effectief worden van zalving. We hebben te erkennen, steeds opnieuw, elke dag opnieuw, dat we de werking van de geest ook nodig hebben in ons, om ook maar iets van eeuwigheidswaarde te kunnen doen. Afhankelijkheid. Nederigheid. Het is zo nodig. Dus trots is een vijand, maar ik geloof dat aan de andere kant er ook een hele grote vijand is. En dat is de vijand van valse nederigheid en ongeloof. Dat je eigenlijk met zo'n serie over de Heilige Geest denkt, ja, maar het gaat eigenlijk niet over mij volgens mij. Het gaat vooral over die anderen. Die misschien wel allerlei zichtbare plekken innemen. Ongeloof. Misschien ook wel valse nederigheid, omdat je altijd maar te klein van jezelf denkt. En het eigenlijk ook heel veilig is. En heel overzichtelijk is hoe je leven en hoe je leven met God nu ook is. En dat je het nodig hebt, misschien wel in het beeld van Paul, om eindelijk eens een keer te gaan ademen onder water. Zodat het kan gaan stromen. Want de angst die jij voelt om meer ruimte te geven aan de geest, is hoogstwaarschijnlijk een angst om de controle kwijt te raken. Maar al in de eerste preek klonk, of de tweede, dat de geest ook een geest is van orde. In de chaos. De geest neemt het niet ongecontroleerd over. Je hoeft niet bang te zijn. Want God is goed. En de eerste vrucht van de geest is liefde. Het gaat allemaal om liefde, om goedheid. Maar het gaat ook om ons vertrouwen om ruimte te kunnen en te durven geven. We zingen straks naar de preek, make room. Oh, alstublieft. Maak ruimte. In je hart. Maak ruimte eigenlijk in je geloof, om te geloven dat God ook door jou wil stromen met zijn zalving. Breek met ongeloof. Breek met trots. Breek met klein denken over jezelf. Je bent koninklijk. Je bent priesterlijk. Je bent profetisch. Je bent geliefd. Je bent kostbaar. En alles wat jou klein houdt, ik geloof dat het niet van God is. En ik geloof dat je het hebt af te schudden en daarmee hebt af te rekenen om uiteindelijk te kunnen doen waarvoor je bent bedoeld. Want we hebben allemaal de bediening om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op de plekken waar we zijn. Dus laat het door je heen stromen om ook anderen te zegenen en daarmee en daardoor ook God te verheerlijken. Het mooie is, als je dat doet, dan zul je ook ervaren dat de geest beweegt. Dan zul je ook ervaren dat de kracht van de geest door je heen stroomt. En ik kan je vertellen, er zijn geen mooiere momenten in je leven dan dat. Dat je ervaart dat God je gebruikt als een instrument in zijn handen. Weet je, en het bijzondere is ook, dat merk je niet altijd. Ik heb wel eens dat ik na een preek van het podium afloop en denk, nou, ik had net zo goed niet kunnen doen, want er gebeurde geen ene fluit. In mijn eigen bescheiden mening. Het was stroef. De aanloop was stroef. Het was stroef. Ik heb alles gedaan, maar het stroomt volgens mij gewoon geen meter. En dat er dan ook wel eens iemand na zo'n dienst naar me toe kwam en zei, ah, oh, Arjan, de Heilige Geest heeft zo door je heen gewerkt. Ik denk, ja, mooi zus.
Maar ik heb er geen fluit van gemerkt, maar ik geloof je. En dat moet je onderweg ook ergens ontdekken, want ik geloof dat het waar is. Het maakt niet uit of we daar iets bij ervaren, want soms ervaar je de vrucht van dat het gebeurt. En niet per se de ervaring in jou. Het is mooi, de meest mooie diensten zijn waar alles samenkomt. Dat je het van tevoren al voelt, ervaart, dat er een open hemel is. Dus je ervaart, kom maar op en kom maar door. En dat je ervaart en je staat hier, of je doet je bediening, waar dan ook. En dat je van maar de geest is hier ook en het gebeurt ook. En ik merk het en ik voel het en ik krijg het terug. Dat is fantastisch. Maar het is niet de maatstaf. De maatstaf is, ben je afhankelijk? Sta je open? Ben je nederig? En de maatstaf is, geloof. Geloof je dat God door jou heen wil werken? Want dan gebeurt er altijd iets. Of je het nou wel of niet zichtbaar ziet of merkt. Er gebeurt altijd iets. Maar het begint echt met onze houding. Dus ik nodig je uit. Om te stappen in die beweging. Om te breken met ongeloof. Om te breken met trots. Wat er maar misschien speelt in jouw leven. Wat het blokkeert. Om te breken met de controle. Die altijd alles maar klein houdt wat van God is. Want ik geloof dat als wij samenkomen, op wat voor plekken, wat voor nu dan ook, maar als wij samenkomen in nederigheid, als we samenkomen in afhankelijkheid, als we samenkomen in geloof dat God iets groots kan doen door ons heen, dan zullen we aan het eind van zo'n samenkomst kunnen zeggen, man, poeh, er was veel zalving vandaag. En ik hoop en bid dat jij daar meer en meer onderdeel van bent of onderdeel van wordt. Wees daarin gezegend. Amen. We gaan bidden. En ik vind het ook mooi om daar ook gewoon ruimte te geven voor de Heilige Geest om te werken en te spreken. En daarna gaan we aanbidden. En ik dacht net al tijdens aanbidding, misschien is het mooi. En dat is een uitnodiging die ik doe. En voel je niet verplicht. Maar misschien is het wel mooi. Als het gaat om nederigheid en afhankelijkheid. Als belangrijke waarde voor het kunnen stromen van de Geest. Dat als we zingen, I will make room for you. Ik wil ruimte maken voor u. Dan is dat een nederige houding. En ik geloof in de kracht van dingen zichtbaar, visueel maken met je lichaam. Dat er een uitnodiging is om misschien wel tijdens het lied te knielen. Als een houding van afhankelijkheid, van nederigheid, maar ook van openheid. Ik kniel en daarmee breek ik ook met mijn eigen zucht naar controle. Met mijn eigen trots, met mijn eigen ongeloof, wat dan maar is. Ik breek ermee door te knielen voor u. En open te staan en ruimte te geven wat u wilt doen en ook alleen maar u kunt doen. Voel je niet gedrongen en ook al knielt iedereen naast je, dan nog steeds. Als jij niet voelt, dit is voor mij, doe het ook niet. Voel je daar absoluut vrij in. Maar ik leg de uitnodiging wel in ons midden neer. Om die houding aan te nemen. Want daar geloof ik dat God ook doorheen wil stromen. Zullen we bidden? Kom, Heilige Geest. Doe uw werk. Laat het stromen, Heer. Heer, raak aan wat u op dit moment ook in onze harten, in onze levens wilt aanraken. Waar u waarheid wilt brengen. Waar u herstel wilt brengen. Waar u geloof wilt brengen. Waar u vertrouwen wilt brengen. Kom, Heilige Geest. Zullen we gaan staan? Ik zeg ook de ministrybidders. Dat ook woorden van kennis, woorden van openbaring, woorden van profetie. Die leven gaan brengen, ook als je straks gaat voor gebed. Verbreek ik de leugen dat het niks meer kan worden met jouw huwelijk als dat speelt. Verbreek die leugen in Jezus' naam, het is niet waar. Er is hoop voor jouw huwelijk. Hoe belabberd het op dit moment ook gaat. En ik spreek die hoop uit over je huwelijk in de naam van Jezus.
hoeven ons niet groot te maken. We hebben juist klein te worden, zodat Hij groter kan worden in ons. We hoeven ons niet op te pompen. We hoeven geen geestelijke grote taal te gebruiken. Kom, Heilige Geest. We belijden onze afhankelijkheid van U, ook als gemeente, ook als leiding. We willen leven het openbaren. We willen leven in afhankelijkheid van U. Dat U ons leidt. Dat U de stappen voorbereidt waar we ook als gemeente mogen wandelen. Kom, Heilige Geest. Heer, en ook in misschien wel vervolg van vorige week, de preek van Ben. Heer, raak leugens aan in ons denken. Die zo verwoestend uitwerken, waar we niet eens soms zicht op hebben. Raak het aan, Heilige Geest. Laten we aanbidden. Laten we ruimte maken door het ook te zingen. In Jezus' naam.